welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet de notificatiebel ook niet, zodat je geen enkele video meer mist van mij. Nou, ik ben weer bij een heel bijzonder mens en zijn naam is Bert Pilot. En hij is Breatharian en leeft letterlijk van het licht. Dus ja, hij eet niet en drinkt ook nauwelijks. Nou, Bert, vertel, hoe bent u begonnen? Ja, en dan denk je, of wanneer begint die nou? En op 28 oktober 1998, om 11 uur 11 om precies te zijn, dat er een verandering in mij, dat noemt als transformatie, plaatsvond. En ik was bevrijd op dat moment, ja. En of op dat moment, dat was zo iets, wat er gebeurde eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben op de straat op gegaan, 's avonds heel laat. En heel letterlijk heb ik geroepen, ik ben vrij. Ja. En nu even van, waarvan was ik nu bevrijd? Ik was bevrijd van het dualistisch denken. Ja? Van het denken in tegenstellingen en afscheidingen en met vergelijkingen en ja. Mm-hmm. En dat is moeilijk voor te stellen als, zoals eigenlijk, ja, eigenlijk de hele wereld zou je kunnen zeggen, maar dat generaliseer ik natuurlijk, want er zijn heel veel mensen die bevrijd leven, ja, mm-hmm. Of verlicht leven, ja. En net hoe je het noemen wil. Maar vooral dus nu in deze tijd ook komen er heel veel mensen eigenlijk die, nu gebruik ik het woordje zelf, maar die, daar moet ik zelf op lachen, maar die ontwaakt zijn. ja, ik snap het, ja. ja. En om even die lijn aan te houden. Ja, en toen is dus uit die dualiteit, dat is haast niet, en daar is niet dat ik twijfel of wat ook, maar dat is niet uit te drukken. Mm-hmm. Want die ervaring, zeg maar, ja, want voor een ervaring, en ja, daar is een ik voor nodig, die iets ervaart. Ja, ja. Ja. Ik kon het niet zeggen. Ja, dat was een totale beleving. Ja. Waar het denken absoluut onvoldoende is, zeg maar. En onbeperkt gewoon. Ja. Dat kan gewoon niet. Hoe bent u daar ineens achter gekomen dan? Krijgt u gewoon een ingeving? Ik kom dus in Amsterdam. Mm-hmm. In de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in 1930 geboren. Mm-hmm. En dus de Tweede Wereldoorlog, en nu praten we dus over 1944, mm-hmm. 45, toen was ik zeg maar 14, 15 jaar, mm-hmm. bijna. Mm-hmm. Dat was, met te vergelijken, nu wel eens even, hoorde ik van oudere mensen, van, dat lijkt me of in een Tweede Wereldoorlog zitten, zoiets. Ja. Gelijk wel iets, ja. Maar het heeft met die angst te maken, mm-hmm. die angst, mm-hmm. ja. Dus daar komen we als we over de corona gaan spreken. Mm-hmm. Daar kunnen we nog veel dingen over hebben. En daar kan ik aanreiken waar mensen ook heel veel aan kunnen hebben. Zeg maar. Ja, heel graag. Je was een jaartje 15. Hè? Over de hongerwinter. Mm-hmm. Ik woonde dus in Amsterdam, in de Lexa, maar dat ligt precies tegenover de Joodse kerk, de synagoge. Mm-hmm. Ja. Ik woonde ook met mijn ouders, even een oudere broer en een oudere zuster. Mm-hmm. Hoor eens nou eens. Hè? Mm-hmm. Dat was absoluut niets meer te eten. En
En mijn vader, die kon eigenlijk ook geen voedsel meer houden. Op een gegeven moment gingen ze heel ver weg om voedsel te houden. Mm-hmm. Ja, omdat het was dus in de latere fase van het, of laatste fase dus van de Duitse bezetting, zeg maar. Mm-hmm. We zien dat die oorlogswinter mm-hmm. nog. Dat was Zuid-Nederland was al bevrijd, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En toen kwam ik nu verder dan Arnhem, of ja. En dus toen kregen wij nog die hele ernstige, het was ook een hele koude winter. Maar mijn vader die kon eigenlijk ook niet meer op straat doen, want de Duitsers die raakten in, zeg maar, in paniek in het laatste jaar ook. Dat ook oudere, gewoon Nederlanders, die op straat liepen, die werden gewoon met razzia's opgepikt en naar Duitsland nog gestuurd. Ja. Ook daar in die staalfabrieken daar nog weer overeind te houden. Ja. En mijn broer ook, die was 19 of zoiets, maar er moest voedsel komen. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk heel vroeg al op pad gegaan, zeg maar. Hele slechte fiets met banden en wat, om een voedsel te halen. Ja. Maar bij ons thuis kwam er iemand eten, een man noemde hem oom Cor. Mm-hmm. En die was volledig uitgehongerd. Oh ja, triest zeg. En die kwam eenmaal in de week gewoon een warme hap halen mm-hmm. bij ons. Mm-hmm. Die hebben ook een beeld van heel veel dingen van die Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Maar waar het om gaat nu is, dan zat hij bij ons aan tafel. Mm-hmm. Mm-hmm. Hij kreeg als eerste kreeg hij te eten, zo. Mm-hmm. Ja? Zo. Ja. Zo. Toen gebeurde het, dus dat zei dat ik me vertellen wil. Mm-hmm. Kreeg hij op zijn bord. Mm-hmm. En dan begon hij meteen te... Op te eten, ja, te schansen. Te schansen. Ja. Ja. Op dat moment dus, op dat ene moment dus, mm-hmm. toen gebeurde er iets met me. Ja. Wat gebeurde er met me? Toen was ik opeens, voelde ik van hij eet niet omdat hij honger heeft, mm-hmm. maar hij is als dood, dat hij doodgaat. Ja. Ja? Ja. En ik was ook al als de dood om dood te gaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ik was wel een overmoedig kind en een totaal angstig kind. Ja. Dat komt ook met die mensen. Nu in deze tijd zoveel angst is. Ja. En vanaf dat moment dus, dat was hard en ik voelde dat er is angst, totale angst is. Ja. Dus ik kwam ook bij mijn eigen angst, zeg maar, nu ga ik het een beetje meer verklaren. Ja. Toen wist ik, maar dat deed ik ook, van ik hoef maar één hap te eten, ja, mm-hmm. en dat met aandacht te doen. En dan ben ik klaar. Ja, goed. En vanaf dat moment heb ik heel weinig gegeten. En, maar ik had ook wel moeite in feite om in familieverband te eten. Omdat ik me gewoon maar met die... Ik ging ook nu wel zo uit van... Ik verdween, loste op in die ene hap eten. Ik was één met die... Die ene eten. Ja, en is klaar. Ja. Dus ik heb heel weinig gegeten. En mijn ouders zeiden wel van, nou, je kan best wat meer eten. Ja, die maakten zich zorgen, denk ik. Hè? Die dachten van, nou, kind eet niet genoeg. Nou ja, ze zagen wel gewoon dat ik, ze zeiden ook van, je mag wel oppassen. Want ik was hartstikke goed uit in de oorlog. Mm-hmm. Dan zei ze toch oppassen, want je wordt nog opgepikt. Maar toen is er iets in mij veranderd. Ja. Toen dacht u van, nou, eigenlijk is voeding helemaal niet een levensredding, maar het is de angst. Nu even daarover praten, hè? Maar het is dus een diepgaande emotie, snap je? Ja, kan ik heel goed begrijpen. Omdat het niets met het ik te maken heeft, maar met mijn wezen. Het ging toen vanaf die tijd dat ik 15 was, dus hè, niet meer eten. Dat was minder eten, hè, weinig, en dat deed u meer met aandacht. Precies. Ja, dus meer aandacht en toen voelde u zich gevuld, omdat u dat met aandacht at. Dus echt proeven, of wat deed u, proeven of voelen of... Ja. Heel goed proeven en dat vulde eigenlijk de honger op, of wat was het?
Ik wist toen de verklaring eigenlijk niet zelf. Ik wist wel dat ik vanaf dat moment, dus ik kwam bij mijn angst, zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. Of ik kwam bevrijd. Ik kan het niet anders vertellen, na elkaar. Maar het is allemaal synchroon. Snap je? Het is één beleving. Ik hoef maar één hapje eten en is klaar. Ja. En ik heb toen ook heel weinig gegeten. En mijn ouders zeiden van nou best, maar best wel wat meer eten. Maar dat voelde niet zo. U heeft niet het gevoel gehad dat u dat moest doen. Ja, maar ik weet nu dus, dat ik het zie, dat wisten mijn ouders niet. Snap je wel? Ik ga niet zeggen van. Ja. En ook over die ervaring. Ja, ik heb het niet met niemand over gehad, zeg maar. Bewust niet? Of kon dat gewoon? Toen gebeurden eigenlijk ook allerlei andere dingen. Kon ik eigenlijk niet meer goed functioneren, laat ik het zo zeggen, in gezelschap. Oké. Ja, waarin gepraat wordt en dit, ja. Hoezo had u dat gevoel dat het niet meer kon functioneren? Ja, dat begrijpt niemand. Dus u kon er met niemand over hebben? Daar kon ik met niemand over hebben. Het voelde eenzaam. En dat heeft u gewoon uw leven lang zo gehouden? Dat u maar één hapje neemt en dat was genoeg? Of bent u daarna helemaal gestopt met eten? Wat is er toen gebeurd? Heel weinig gegeten, zeg maar. Maar het was een beetje lastig, omdat je natuurlijk ook aan tafel zit. Maar dan kon ik niet praten. Dat was niet uw niveau. Ja, niet dat ik me verheven voelde of zo. Dat is niet te begrijpen voor mensen. Nee. Weet je, van één hap. Dat klaar is. Ja. Maar als je 14 of 15. Hoe ging het na de oorlog, zeg maar, toen het allemaal over was? Bent u gewoon zo verder gegaan? Met weinig eten? Of? Ging het niet om de hoeveelheid, om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van eten. Ja. Zet je mijn leven gehad dat ik dan, dan kan ik niet praten. Dan zeg ik ook in gezelschap, is het dan moeilijker, weet je? Gezellig eten zo. Als het nu met kerstmis en al die dingen. Nou, ik heb dus heel wat kerstmis meegemaakt. Wat ook, Maar laat ik het zo zeggen, en nu hebben we straks ook steeds over voor de mensen die gewoon alleen zijn, weet je wel. Ik vond het een ramp om met kerstmis te samen te eten en alle verplichtingen. Ik heb ook jaren gehad, nu eigenlijk symptomatisch is dat, zou ik kunnen zeggen, dat ik juist met kerstmis, dat ik een zware griep kreeg. Dan hoef je er niet heen. Hoef ik niet te praten met. Nou, dat komt nu ideaal uit, hè? Iedereen houdt je op afstand nu. Naar die begeleiding, zeg maar, wilde ik weg naar het buitenland. Ja, leuk. En dat was toen heel veel eigenlijk van jonge mensen. Dat was bij die Berlagebrug in Amsterdam, weet je wel. Zoals allemaal. Te liften. Zo is het ook in de Tweede Wereldoorlog het woord lift ontstaan, met bevrijding. Dat mensen iemand meenamen. Dus dat is sindsdien eigenlijk ontstaan. Ja, in de Tweede Wereldoorlog ontstaan. En u bent gaan liften? Ja, zeker. Leuk, ja. Je pakt geen geld bij me. Nee. En waar bent u heen gegaan? Naar Frankrijk. Je zou kunnen zeggen van. Ik leefde gewoon in het moment dat wat er was, zo. Dat liefde dat ik wegging, was ook niet iets dat je daarop voorbereidt, of dat je moet goede schoenen hebben, of weet ik wat. Ik had dat jongen van, hup, ik ga weg, ik had geen geld meer in Zuid-Frankrijk, en ik kon helemaal geen lift meer krijgen. Ik weet wat, ik ga naar de ambassade daarover. En toen ik binnenkwam, ik zei van, goh, kun je me helpen? Of weet ik wat? Zei ze, jongen, ik zal me zorgen dat je zo snel mogelijk weer, je bent ook hier gekomen, zorg maar dat je zo snel mogelijk weer naar huis komt.
En ik kreeg geen enkele hulp. Ik had gewoon nog, zeg maar, toen had ik een stokbrood gekocht. Ja, maar die was na een dag was die keihard. Ja, ja, ja. En toen heb ik vanaf dat moment had ik die wetenschap van het hoef maar één hap te hebben. Ja, 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 ja. Ja, en dan maakte ik dat nat met water, een stukje, en dat ging helemaal opzuigen. Ja, 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 die energie binnen te krijgen. Dus daar had ik van één stukje waar ik heel lang over deed, dus met die tot volledige aandacht, had ik voldoende. Dus ik had een stokbrood. Nou, je had voor 2 maanden voedsel bij je. Hoe lang kon je op één zo'n hapje leven? Aandacht. Één hapje eet je. En dat of met een lepeltje, theelepeltje. Melk eventueel. En dan de hele tijd zuiveren. En dat alle fermenten weer gaan mengen. Dus het is eigenlijk een soort rebirthing weer. Dus je gaat herinneren vanuit je vroegste jeugd. Dus dan gaat het niet om de kwantiteit van eten. Maar om de kwaliteit van eten. Dus dat vanaf mijn 14e jaar was voor mij een diep geloof en vertrouwen in mijn God. Ja, in je lichaam. En dat komt nog aan het vertrouwen, omdat ik bevrijd was van die angst. Ja. En ik had geen geld, maar ik wilde dus terugkomen. Dus helemaal in Zuid-Frankrijk, wat natuurlijk toen een grote afstand was eigenlijk. Ik had alleen maar het idee van, ik hoef alleen maar, ik moet naar het noorden en de zon staat op het zuiden. Dus ik moet alleen maar de zon in mijn rug hebben, weet je. Ja, leuk. En zo heb ik dus ook met Kofmaak, dat stokbroodje wat ik heb aan jou, weet je, daar. Het is voorlopig genoeg aan. Dat maakte ik. Het was keihard natuurlijk. Ging het niet beschimmelen na een tijdje? Nee, zo lang heb ik het nou. Ook niet bewaard. Ja, op de duur ga je dat erover nadenken, hè? Hoe lang kan ik het bewaren? Ja. Dus u eet helemaal niets of u eet wel? En dus dat nu zeg ik van, ik word gevoed. Ja, oké. En door wat wordt u dan gevoed? Ik word gevoed door het licht. Ja, en hoe doet u dat dan? Want dat is natuurlijk, dat willen we allemaal. Ja, en ben stil nu, omdat ik eigenlijk ben en zelf mezelf aan het verstoren eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Omdat ik dan iets wil uitleggen of wil verklaren, terwijl het een beleving is, terwijl het een emotie is. En het is moeilijk te verklaren. Zoals eten zeg maar ook in feite een emotie is. Ja. Een beleving. Ja. En het heeft niets met de hoeveelheid te maken, maar om de kwaliteit van leven, zeg maar. Ja. Kom ik in mijn denken en dan ben ik in de dualiteit, dus, zeg maar. Ja. Toen zat ik heel jong, zat ik onder de blazen en de blaren. Dat ook op tong en in de bilnaad en overal. En ik was een heel driftig kind. Ja, de huisarts die had dus gezegd op een gegeven moment, die wilde mij laten opnemen. Omdat ik gewoon bang was dat er geen huidademhaling meer kon plaatsvinden. Maar ik was ook een heel driftig kind. En die drift, dat werden gewoon woede aanvallen. Ja, als klein kind. Dan sloeg ik het hele bord wel kort echt te hebben. Ik beschadigde ook wel mensen en zo. Maar volgens mijn broertje en zusje, maar die gooiden met scharen. Weet je wel, dat was levensgevaar. Ja, alles wat ik kreeg. Ja, dat was gevaar. En ik werd mezelf ook verwond geworden. Oh. Zo, gewoon. Ja, dat is gewoon. De woede nam gewoon bezit van me. Ja.
Vandaar ook de bladeren waarschijnlijk een uiting van het. Ja, weet je, het eigenlijk is waarschijnlijk van ik wil er niet leven hier op deze aarde. Ik wil er hier niet zijn. Ja, psychisch ging het niet over het lichaam. Maar ik heb hele wijze en lieve ouders, geweldigs geweest. Ja. Ze wouden u opnemen in het ziekenhuis? Ja, precies. En dat wilde mijn ouders beslist niet, zeg maar. Okay. Dat zouden ze een beetje plat spuiten of zo. Nee. Als je eens een voedaanval krijgt, ja. Weet ik wat. Wat goed, dus je had wel bewuste ouders. Ik vertel het. Mm-hmm. Want het komt ook een stuk over het ademen. Mm-hmm. Dus, mm-hmm. Ik maak even de sprong naar hele mensen in de wereld die zoveel met angsten zitten. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Doen de ademtherapie. Mm-hmm. Dus ik ben dus zeg maar ademtherapeut mijn hele leven geweest. Mm-hmm. Voor mijzelf en andere mensen geholpen, dus dat mijn moeder bij me kwam, was vaak overdag ook, of al was het, dus ik kon vaak gewoon niet naar school, toen ook vanwege de uitslag, maar ook was het een totaal onhandelbaar kind van me. Maar er kwam nu mijn moeder bij me, mm-hmm. En het is ook nog vandaag geweest, maar in het algemeen is het ook 's avonds. Mm-hmm. Ja. En dan legde ze haar hand op mijn borst, mm-hmm. of op mijn hoofd. Mm-hmm. En zei ze niets. Gewoon energie, ja. Ja, en dat, mijn kind bleef ze wel uren zitten, zeg maar, mm-hmm. dat ik in slaap veel. Mm. Als ik op een gegeven moment zei ze, zullen we samen gaan ademen? Mm. Ja. Goed. En dat hebben we jarenlang ook. Hebben we dat iedere avond, zeg maar, voor het naar bed gaan, mm-hmm. ja, hebben we samen geademd. Dat wil zeggen niet dat we dat synchroon doen. Ja. Mm-hmm. Ja. Wat grappig, hè? Ik heb nu ook ademtherapeut. Ik heb mensen die zwaar die telefonisch. Ja. Contact nu dus. Ja, ja. Dat is leuk. Ja. En ik heb heel veel mensen dus kunnen helpen die hun lichaam, als ik het zo uitdruk, ernstig bedreigd is. Dus mensen met obesitas en anorexia, die opgegeven zijn. Ja, en geen maagverkleining willen, mm-hmm. of niet, ja, dus ja, die zijn bij mij in de loop der jaren hier geweest, mm-hmm. ja. De moeder, de hand op de borst heeft, en heeft u jarenlang samen ademhalingstechnieken? Ja. En toen zijn die blaasjes ook weggegaan vanzelf? Wist je op een gegeven moment, er komt weer zo'n... Weet ik ook nog, want ik zei van ja, ik weet het niet wel, het gebeurt er. Het gebeurt er dan weet je, overspoord. Maar dus nu ga ik zeggen, achteraf zo steeds maar de aandacht te geven aan die adem. Mm-hmm. Hè? Ook stotteren is vreselijk. Mm-hmm. Nou, dat is hetzelfde, weet je, wat ze zou zeggen, aandacht geven van je preekt. Ja, rustig, ja. Dan schoot hij van uitademen. En het lichaam weet best wanneer het weer moet inademen. Ja, ja. Dat is het hardst uitgedrukt. Ja. En zo is het leven. Dat ik gevraagd ook zelfs niet op zwemles kon. Mm. Kon. Ja, ik had ook nog niet blazen. De Tweede Wereldoorlog. Zeg maar een overmoedig kind werd, maar van binnen eigenlijk een doods angstig kind. Nou, dat heb ik nu al verteld. Ja. En daar werd ik dus van bevrijd, zeg maar, van die doodsangst. Dan heb ik het van jongs af aan van mijn moeder meegekregen, snap je? Dus dan heb ik het ook zo. Nou, kon ik die toch zo, kon ik me steeds van mijn angst bevrijden. Door het ademen. Ja, door het ademen. Dus steeds maar. Wanneer je met je aandacht naar je adem gaat, dan ben je één tel, is maar één tel, ben je uit je denken. En dan gaat het om, en dan verstoren we alles. Ja. Een kind wat te weinig
aandacht heeft gekregen in zijn of haar leven, ja, heeft te weinig liefde ontvangen. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Dus door aandacht aan je eigen adem te geven, mm-hmm. geef je liefde aan jezelf. Oké, okay. Door aandacht op je adem te focussen, geef je liefde aan jezelf. Ja. Ja, ja, dus van jezelf houden. Ja. Ja, je kunt dus eigenlijk iemand wezenlijk wanneer er geen oorlog meer is in jezelf. Ja, 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 ja. Vrede hebt met jezelf. Ja, ja. Ja. Dus dat is heel belangrijk, die je bewust te worden van die adem. Ja, ja. Heel vroeg heb ik dat al ervaren eigenlijk. Mm-hmm. Dat ik rustig kon worden, de beheersing kreeg. Ja. Door middel van adem. Ja. Ja. Nou, we gaan nu de ademtechniek zien en horen. Hoe je dus van het licht kan leven. Nou, Bert heeft daar een hele bijzondere ademtechniek voor. En nou, we gaan hem nu zien. Dat is die oorspronkelijke adem. Dat is zo eenvoudig en natuurlijk. Dat is echt gek dat ik daarover moet gaan praten. We gaan het over adem hebben. Eerst maar eens goed even zorgen dat we gaan staan. Zo, die staat. Wil je een inademing maken en met je lichaam ermee, dan zullen we altijd zo doen. En uitademen is... En natuurlijk komt de zuurstof hier naar binnen en is de inademing, ja. Maar we hebben het nu over het energetische adem, ja. Er is ook een naam voor van prana, ja. En daar komt de inademing, die is, want wij ademen nu in de dualiteit van ja, in en uit. Hè? En er wordt ook gezegd van ja, dus je zegt adem eens goed door, weet je, zo. Maar het gaat eigenlijk steeds meer om dat het niet het accent ligt op die inademing, maar de inademing is dus van wie leven, ja, wie leven. Het is leven, ja, ja. En we willen alleen maar leven, maar we willen niet sterven. Ja. Maar het gaat erom dat we ons bewust worden van onze adem. Dat is eigenlijk het enige waar het echt om gaat. Hè? Maar de techniek is, zou ik zo goed kunnen zeggen, is altijd precies een omdraaien. Ja. En dat is zoals ik zeg van wie. Die inademing van, die komt van hier, ja, die komt ook vanuit je staart, uit je staartbeen, uit je staart. Daar komt de inademing, ja. Oké. Okay. En de uitademing van, die gaat weer zo naar beneden. Adem je in door je neus of door je mond? Maakt in het begin, zo maakt het niks uit. Oké. Okay. Wanneer je je aandacht richt op je, dat die vanuit je stuit komt, of niet zo precies te lokaliseren, ja, dan zul je heel snel merken dat inderdaad ook zo is. Bij je stuit komt een enorme warmte. Dat gaat heel snel ook. Bij iedereen. Als je dat, ja, ja. Mm-hmm. En er komt een onbenoembare kracht. Ja. Heb ik daar zelf als het ware een soort. Er zit toch verschil in die kracht. Mm-hmm. De ene is een, als ik zou zeggen, is een diepe vrede. Mm-hmm. Ja, ja. En de andere is een gelukzaligheid. Mm-hmm. Ja. Dat zijn eigenlijk ook weer de twee componenten, zou je zeggen, van het mannelijke en het vrouwelijke. Ja. Mm-hmm. Je oogst meteen, mag ik het zo zeggen. Dat gaat heel snel. Nou, mijn moeder gaat meedoen. En als het ware uitademen, zeg maar van. Ah.
als de rebuilding. Ik wist ook van dat de adem de meest directe weg is naar bevrijding, de geestelijke bevrijding, zeg maar. Door die ademhaling, dat voedt u. Dan heeft u geen trek meer in dingen. Nee, dat heb ik sowieso niet. Nee, maar voor mij als nieuweling, zeg maar, of als de kijker kijkt, hè, voor de kijkers, hoe komen ze van hun, ja, hun gedachten aan eten af? Door te ademen. Door te ademen, oké. Okay. Dus dan heb je geen trek meer. Dan stilt de honger eigenlijk. Nee, ja. Dan kom je van je afhankelijkheid af. Oké. Van voedsel. Ja, dus verslaving aan voedsel. Ja. Ja, oké. Ja, maar dan gaat alles zich verleggen. Mm-hmm. Alles verandert steeds, hè. Of moet andere mensen, mm-hmm. Ja. En mensen waar je altijd mee omgaan, die verdwijnen uit je, ja. En je wordt je bewust van je dromen. Ja. En nog een andere vraag, hè? Voor de mensen die Britarian willen gaan worden, hè? Of die van het licht willen gaan leven, hoe gaan die eerste paar weken? Ja, ik ben een Britannian genoemd door de Volkskrant. Ken je dat artikel van mij? Waar levensgroot in de pagina groot in de krant staat. Mm-hmm. En nu noemt hij mij de eerste, de meest bekende Nederlandse Britannian. Maar ik ga het uitspreken. Een ademhaler. Ik heet Bert, maar ik geef een brouw eigenlijk ook. Maar ik op een bepaalde manier, zoals zij dat dan bedoelde, van een groep die, ja. En, die ken ik niet, die heb ik nooit ontmoet. Je geeft het een naam, hè? Wat ik er wel van gehoord heb, of wat ook, ja. Zijn ze toch eigenlijk allemaal, ja, maar wie ben ik dan inderdaad, hoe die het zo zeggen, ja. Dat ze bevrijd zijn, dat ze bevrijd leven. Ja, we zitten natuurlijk nu bij Bert Pilot en hij leeft van het licht. Al vele, vele jaren, dus hij eet niet en hij drinkt niet. En drinkt af en toe, hè, wanneer het nodig is, neemt hij vocht tot zich. Maar ja, hij is het levende bewijs dat je dus niet afhankelijk bent van voedsel. En als je dus niet eet, dat je dus doodgaat. Als je dus je aandacht vestigt op ademhaling, mensen. Dus het is heel belangrijk dat je je aandacht richt op je ademhaling zo vaak als je kunt per dag, dus dat het een gewoonte gaat worden en dat je ook je emoties laat spreken, zoals ik het net heb begrepen van Bert Pilot. Dat eigenlijk die ademhaling het licht tot zich neemt en je daarvan voedt. Dus dan heb je daardoor ook geen trek en ja, is het ook niet dat je enorm afvalt of iets dergelijks, maar dat je in je kracht blijft staan. Nou, dus ja, weet je, iedereen moet het op eigen verantwoording doen, eigen risico. Dat is heel erg belangrijk, maar je moet hier ook klaar voor zijn en dat je ook bereid bent om die angst op te geven dat je denkt dat je doodgaat of het niet redt, want dan zit je nog steeds in die dualiteit en dan kun jij dus ook niet die vrijheid ervaren. Dat je van het licht kan leven en dat je dus niet afhankelijk bent of verslaafd bent, of niet verslaving nodig hebt aan voedsel. En je krijgt er heel veel energie van, hè? Want Bert Pilot komt van 1930 en is nog steeds Power Man. Ja. 90 nu, ja. Nou, dat is een fantastische leven natuurlijk. Ja. En daar zie je dus naar. Als je dus niet eet, dat je dus niet overlijdt, mensen. Dus blijf in je kracht staan, vertrouwen hebben in jezelf, dat je het kan. En het is niet dat je het moet, hè. Je moet niet stoppen met eten of zoiets. Het is iets wat van binnenuit komt, waar jij misschien denkt van, hey, dit is te gek. En vooral ook in deze tijd met corona. Hè, heel veel mensen hebben angst, zijn bang voor de voedselvoorzieningen. Dit geeft gewoon een gigantische
ja, informatie en kennis, ook een soort van backup eigenlijk voor jezelf, dat mocht er voedselvoorzieningsproblemen komen, dat je dus door middel van de ademtechnieken, hè, van Bert, dus ja, ook zonder voedsel kan overleven, mensen. En dat je gevoed kan worden door het licht, van het licht. En het stroomt door je heen, het komt van buitenaf, overal zit het om je heen. En ja, dat je een energiewezen bent en dan laat je je angsten los en dan komt alles goed. Ja, want er is zoveel angst in de wereld nu. Ja. Ja. En het is een feitje is dat de angst die wij als kleine kind in ons, zal ik zo zeggen, het emotioneel, wat emoties heeft, dat we ons eigenlijk alleen maar op de buitenwereld hebben gericht, hè, van dat daar de werkelijkheid is, ja, en daar dat het echte leven is. Ja, en wat ik ook nog belangrijk vond, hè, wat u zei, dat als je eten eet, dat je dus niet naar de kwantiteit kijkt, dus naar de hoeveelheid dat je eet, maar dat je naar de kwaliteit kijkt wat je eet. En het herkauwen van één hap, dus echt helemaal tot je nemen, het vermalen, dat die speeksel het helemaal opneemt, hè, dat die, dat zuurstof en die vitamine, alles van dat voedsel eigenlijk vanuit één hap al genoeg kan zijn voor ja, de kracht van je lichaam. Hè? Ja, want er gaan allerlei fermenten die niet meer allemaal verstopt zijn door onze maatschappelijke eetpatronen, om het zo uit te drukken. Ja. Ja. Die komen terug, dus al je zintuigen worden zuiverder. Ja. Ja. Daardoor ontstaat dus ook, begint met het eten, we hebben de boel behoorlijk verstopt eigenlijk, ja. Maar we worden weer sensitiever. Ja. Transparanter, zulke woorden vallen er dan. Ja. Dus. Ja, en het is niet zweverig of wat, nee, het is het tegendeel juist. Ja, inderdaad. Dus echt weer gewoon dus aandacht geven aan je voedsel. Dus aandacht geven aan die hap die jij tot je neemt. Je volledige aandacht op richten, wat je proeft, de sensatie inderdaad van voedsel. Heel veel mensen die schrokken het eten naar binnen, proeven eigenlijk niet meer wat ze eten. Dus daarom hebben ze ook nog steeds honger daarna, omdat ze die beleving van voedsel niet tot zich nemen. Toch? Zeg ik het goed? Ja, ik vind dat je het knap uitdrukt. Ja, hartstikke goed. Ja, dus die beleving van die voedsel die jij in je, met je speekselklieren en je tong aanraakt, dat zorgt ook voor dat je je trek, of je honger, of hoe je dat mag noemen, stilt. En dat je voldoening voelt, je compleet voelt met die voeding die jij tot je neemt. En dat kun je met drinken doen, dat kun je met water doen. Je kan tegen je water praten. Hè? Dat je informatie geeft aan je water. Dat je denkt, nou ik ga nu juist, als ik eet, eet ik informatie. Of als ik drink, drink ik informatie. Zegen je water en je eten ook. Dat zorgt er ook voor dat je veel minder nodig hebt. En dat geeft je juist reuze veel meer energie. Ja, kijk, eten is ook een plezierigheid en een gezelligheid. Het is ook niet dat je het moet. Maar het is heel fijn om te horen dat je dus ook zonder voedsel kan leven. En daar gaat het om dat we ons angstvrij gaan maken. Ja, dat we... Dat je niet stikt. Ja, dat je niet stikt. Ja, je bent nog steeds oneindig wezen. Je bent een eeuwig leven, heb je. En je hebt een oneindige ziel en een geest. En dat lichaam, ja, hoort daarbij. Dat is een eenheid, een drie-eenheid. Het bewustzijn is een proces. Dus het is niet van ja of nee. Dat is in de dualiteit. Ja, oké. Ja. Maar nu juist, zeg maar, in de... Ik noem het van inderdaad de grote illusie van de corona. Dus, en iedereen zal dat, of heel veel mensen zullen mee daarin, dat, nou, het is toch ook zo. En, ja. Ja, we zijn nog gehypnotiseerd door de overheid. Ja, het wordt ook door de evolutie, zeg maar, of door de natuur, wordt dit ook aangegeven. Mm-hmm. Ja, dat we daar iets mee, dat we dat iets gaan van begrijpen wat is. Ja. Ja, dit moet dus gebeuren, hè? Wat u wilt uitleggen, dit moet gebeuren, deze hele corona, die pandemie, zodat mensen, hè, zich weer naar binnen toe keren gaan en weer bewust gaan worden van
Ja. En aandacht weer geven aan hunzelf in plaats van aan de buitenkant. Aan hunzelf, ja. Het wordt de angst op de angst. Ja, hoeveel angsten zijn er nog, jongens? Het wordt de angst op de angst. Angst. Mensen doodgaan aan de angst. En niet meer dood aan het virus, maar dood aan de angst. Ja, en je gaat ook zeggen van, als iemand gelooft dat hij een zombie wordt, ik zeg maar wat, dan wordt hij ook een zombie. Ja. Wat je gelooft is je overtuigd, dat zal je ook overkomen gewoon. Ja. En we hebben nu dus geleerd dat aandacht liefde is. Ja. Dat merk je ook als je aandacht aan je planten geeft, aandacht aan je hond geeft, aandacht aan je kind geeft, aandacht aan jezelf geeft, dat alles mooier wordt. Kan het niet anders. Door middel van aandacht wordt alles mooier. Geef je aandacht aan je huis, dan zul je het mooiere huis krijgen. Dat is gewoon een groot ding wat een feit is. Ga je alles verslonsen? Kijk je er niet naar om? Heel veel mensen zeggen, ja, ik geef er niet om. Nou, dat is geen aandacht. Ik geef er niet om is eigenlijk een heel disharmonisch uitdrukking. Je moet er juist wel om geven. Je moet er aandacht aan schenken. Kijk, hoe meer aandacht je aan dingen schenkt, hoe meer liefde je dus zult krijgen. Dus verband het woord, ik geef er niet om. Ik vind het vreselijk. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Willen jullie contact met Bert, dan zet ik hier beneden in de beschrijving onder de video zet ik zijn contactgegevens. Willen jullie ook weten dus hoe je dus van het licht kan leven en gewoon angstloos door het leven gaan, dan kunnen jullie bij Bert terecht voor zijn technieken. Nou, heel veel liefst, een hele fijne dag. Ja. Doei!